Vele ogen zullen de komende algemene politieke beschouwingen gericht zijn op Thierry Baudet, fractievoorzitter van Forum voor Democratie. Een partij die de afgelopen zomer een turbulente tijd heeft meegemaakt. En Baudet zal ook proberen om die turbulente tijd met het nieuwe politieke seizoen achter zich te laten. Of hem dat gaat lukken, dat gaan we zien. Baudet zal de komende politieke beschouwingen moeten laten zien dat hij echt een leidende rol in de oppositie kan innemen. Vorig jaar noemde hij de debatten beneden zijn waardigheid. En dat is toch echt zonde, ook voor de mensen die kijken. Want met zijn creatieve beeldspraak, met zijn goede metaforen, weet hij ook mensen thuis mee te nemen in het debat. Dat is sterk aan de stijl van Baudet. Denk aan kartelkardinaal Cenk Willink en denk aan de manier waarop hij met een gedicht de vorige keer de algemene politieke beschouwing en zijn termijn opende. Mooie dingen. De echte mooie dingen. Je hand die voor het eerst een kattenvacht streelt. Je moeder die bezorgd je knie verbindt. 6 moe gedraafde paarden in de zon. Het onweer waar augustus mee begon. Diana's hand die naar je broek afgleed. Haar lichaam waar je blind je weg in vond. Een woord als huisraad, moerbei, ravelijn. De vondst van een nog net niet schurftig rijm. Tegelijkertijd zorgt het gedoe in Forum wel voor een autoriteitsprobleem. Baudet zet zichzelf neer als een politicus die het helemaal anders gaat doen. Maar nu het ook in Forum zelf rommelt en om zijn privépersoon er ook controversies ontstaan, bijvoorbeeld over het gebruik van een privévliegtuig, wordt het steeds moeilijker om die positie te handhaven. Wil je meer analyses, tips of andere video's zien? Abonneer je dan op het YouTube-kanaal van het Nederlands Debat Instituut. En volg al onze andere social kanalen voor real-time analyses van de algemene politieke beschouwingen.